Welkom bij het vervolg over de veerkracht. Vorige week hadden we even heel kort gezien dat de veerkracht een kracht was die ontstond omdat bepaalde stoffen effectief weerstand bieden tegenover vervormingen die dat kunnen ontstaan. En we gaan ons voornamelijk bezighouden hier met elastische vervormingen, degenen die eigenlijk niet permanent zijn, maar die terugkomen. En wat bleek die veerkracht te zijn? De veerkracht was eentje die een tegenwerkende kracht was. Wat bedoel ik met een tegenwerkende kracht? Als je een veer ging uitrekken, dan ging de veerkracht proberen terug een kracht uit te oefenen die naar binnen toe werkt. En als het omgekeerd een veer indrukt, dan zal die proberen een kracht uit te oefenen die naar buiten toe uitwerkt. Dus als je dat wil zeggen in termen van richting en zin, dan gaat de richting altijd dezelfde zijn, maar de zin omgekeerd tegenover de kracht die de vervorming veroorzaakt. Hoe zit het dan met de grootte? En in principe gaat een veerkracht proberen een even grote kracht uit te voeren als de verandering, als degene die de verandering veroorzaakt. Nu, om dat duidelijker te maken, gaan ze het hier hebben over de veerkracht en deze vervorming. Wat gaan ze hier doen? Een karretje aan een helling zetten. Dat het karretje een massa van 1 kilogram heeft en gaat proberen om die in 1 seconde een snelheidsverandering van 1 meter per seconde te laten ondergaan. Nu, wat komt die kilogram er terug bij te doen? Wel, we hadden het al eens een keertje gezegd. Massa als grootheid is een weergave van en de hoeveelheid materie, dat het eigenlijk is, maar ook de graad van verzet tegen plaatsverandering. Hoe moeilijk het is om dat ding in beweging te krijgen. Ja. Nu, als je dat doet, kracht uitoefenen, waardoor een voorwerp van 1 kilogram massa een snelheidsverandering krijgt van 1 meter per seconde tijd, dan spreekt men over 1 newton. Nu, wat kan je doen? Dat met een veer doen. Als je hier zegt van kijk, ik oefen een kracht uit die gelijk is aan 1 newton. Wat gaat die kracht dan doen? Wat gaat die veerkracht dan doen? Ook een kracht uitoefenen van 1 newton. Waardoor er op deze moment hier 1 kracht wordt uitgeoefend naar rechts toe. Dat is eigenlijk hetgeen wat er gebeurt door die zwaartekracht voornamelijk. Dus een onderdeel van die zwaartekracht. Die is gelijk aan 1 newton. En wat gebeurt er? Gelijkertijd, de veerkracht gaat een even grote kracht uitoefenen. Alleen gaan we die dan nu noemen de F. Oh, niet N, sorry. De FV, de veerkracht. En die gaat ook gelijk zijn aan die eerste kracht qua grootte. Wat is het gevolg ervan? Op dit voorwerp wordt nu een perfect tegenwerkende kracht uitgeoefend die ervoor zorgt dat dat karretje niet meer in beweging komt. Als je dan gaat meten, dan kan je zien hoe ver dat die veer is uitgerokken tegenover zijn startpositie. Hoeveel centimeters dat zal zijn, dat weten we niet. Dat is afhankelijk van de veer, dus dat is een x-aantal centimeter. Maar als je dat weet, hoeveel dat die uitwijkt bij 1 newton kracht, heb je nu wel perfect je veer geëikt. Want, wat zeggen ze nu verder? Stel dat je die helling vergroot, hè, dat er 2 newton kracht uit geoefend wordt, ja, dan gaat die uitrekking 2 keer dat zijn. Als zo'n veer eenmaal geëikt is, dan kan je die dus gaan gebruiken als een soort van krachtmeter. Ja. En dat is het concept dat we gaan noemen een dynamometer. Een geëikte veer die het daarvoor dient. Hoe hard dat die veer gaat uitrekken, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de veer die dat je erin plaatst. Hè. Mooi voorbeeldjes daarvan is, je kan zo van die kleine handgedragen weegschalen tussen aanhalingstekens nemen voor bijvoorbeeld je reiskoffers te meten. Vele reismaatschappijen laten maar een bepaald gewicht toe en met die dingen kan je dan heel makkelijk gaan nagaan van hoeveel massa is nu die reiskoffer van mij. Tot welke formule leidt ons dat nu? Wel, die formule staat eigenlijk hier weergegeven om die veerkracht qua grootte te gaan breken. Dus we wisten al hoe het zat met de richting, we wisten al hoe het zat met de zin, nu alleen nog hoe groot dat die grootte is. En de grootte van de veerkracht hier is K, dat is het nieuws dat we gaan tegenkomen,
Dat is de veerconstante. Maal delta x. En als je dat deltatje ziet staan in een fysica-formule, dat is altijd een verschil. Delta x is een verschil in afstand. Je kan hier eigenlijk ook bijschrijven, dat is eigenlijk de uitrekking. Nu, die uitrekking, om die formule te laten kloppen, moet gegeven worden in meter. Want we werken altijd met SI-stelsel. Ja? En wat blijken we nu ook? Als we gaan kijken hoeveel veerkracht er ontstaat per uitrekking, dan is dat een mooi recht evenredig verband. Nu, die schuinheid van deze rechten door de oorsprong, die is afhankelijk van die k-waarde die dat er staat, van die veerconstante. Wat wil dat zeggen? Die k-waarde die wordt uitgedrukt in een hoeveelheid newton die nodig is hier om de veer 1 meter uit te laten rekken. Is dat een hoge waarde, die k-waarde? Dan wil dat zeggen dat er enorm veel kracht nodig is voor een heel kleine uitrekking in meter te krijgen. Dus met andere woorden, een hoge k-waarde voor een veer wil zeggen dat dat een heel stugge veer is. Een heel stijve veer die je moeilijk kan vervormen. Is die waarde heel laag, dan is dat een heel erg soepele veer die daarbij zit. En je moet proberen van dat zelf een klein beetje in te schatten, hier bijvoorbeeld. Kijk, je hebt hier een bungee touw en een matrasveer. Welke van deze twee gaat nu de grootste veerconstante hebben in dat verhaal? Wel, als je daarover gaat nadenken, als zo'n bungee touw een heel erg hoge k-waarde heeft, met andere woorden, een heel hoge veerconstante. Dan zou dat een enorm stugge veer zijn. Dat doe ik liever niet, gaan bungee jumpen onder die toestanden. Want als er ineens amper veerkracht ontstaat, ja, dat is gewoon een recept voor hier je twee enkels te breken, dan, hè, als die hier zo vasthangt. Ja. Dus dat wil je juist dat dat wat meegeeft. Terwijl een matrasveer, ja, een matras moet wel wat implooien. Maar je wil niet dat je er volledig in wegzakt en dat dat echt meters naar beneden gaat inzakken. Terwijl dat die nogthans dezelfde hoeveelheid kracht te verduren krijgen. Hè. Namelijk de zwaartekracht van de persoon die oftewel de bungee sprong doet, oftewel de matras op gaat liggen. Deze moet meters lang kunnen uitrekken, deze amper. Dus welke gaat hier de stugste veer zijn? De veer met de grootste veerconstante. Dat is een matrasveer. Dat is je motivatie. Bij eenzelfde hoeveelheid kracht. Zo weinig mogelijk uitrekking in meters. Bij een matrasveer. En juist heel veel bij een bungee touw. Hier willen ze een trampolineveer vergelijken. Met een bodybuildingveer. Nou ja, bodybuilder. Nu, welke van deze twee wil je dat het hardste uitrekt? Stel dat je hier met je bodybuildingveer staat met een enorm hoge k-waarde. Laat ons zeggen dat dat niet goed is voor je zelfvertrouwen, als je dat ding maar 2 centimeter kan uitrekken. Dus je wil dat dat toch voldoende kan uitrekken. Terwijl een trampolineveer, die moet juist heel stug zijn. Want als die wat aan de zwakke kant is, ja, dan is het geen trampoline meer, maar dan sta je gewoon aan de grond. Op een zeil. Dus met andere woorden, de trampolineveer die moet niet of die mag niet te veel uitrekken, zodanig dat je de grond niet raakt. Oefening 2 dan. Je hebt hier 2 dynamometers die gegeven zijn op een FV in functie van, dus veerkracht in functie van uitrekking grafiek. En jij moet nu degene met de grootste veerconstante, met de grootste k-waarde eruit halen. Je kan dit op 2 manieren benaderen. Je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ga eens kijken bij een constante kracht. Als ik dat hier doe, dan trek ik 1 streep. En wat blijkt nu? Bij een constante kracht gaat veer A amper uitgerokken zijn en veer B veel meer uitgerokken zijn. Als we onze formule er terug bij halen, k
is gelijk aan fv gedeeld door delta x. Ik zal hem dus ons hier even ernaast zetten. Dan staat hij daar toch een klein beetje. Dus dat is de hoeveelheid veerkracht die je hebt per meter. Per meter schrijf ik hier. Verplaatsing, voor uitrekking, delta x. En werd uitgedrukt in newton per meter. Als deze waarde zeer klein is, dan is deze waarde zeer hoog. Omgekeerd, als deze waarde zeer hoog is, dan gaat deze waarde ook heel hoog zijn. Nu, we zijn eigenlijk met het moeilijkste eerst begonnen. Wat als de omgekeerd evenredige grootheid, dat we die eerst gaan bekijken. Hoe lager die is, deze waarde, hoe groter die k-waarde. Duidelijk? Een andere manier om het te bekijken, is door hier gaan te kijken bij een constante uitrekking. Hoe kan je het dan anders gaan bekijken? Voor VRB is er heel weinig kracht nodig om deze uitrekking te bekomen. Terwijl voor VRA er zeer veel kracht nodig is om die uitrekking te bekomen. Dus dat is een andere manier waarop je het kan bekijken. Ja. Je mag beide proberen te verwoorden in deze oefening. En dan tenslotte, volgend oefeningetje. Welke veer rekt nu het meest uit en verdedig je keuze? De eerste is, je hebt een veer met een veerconstante van 100 newton per meter uitrekking. Die wordt uitgerokken met een kracht van 200 newton. Dat is relatief makkelijk om dat te gaan berekenen, hoeveel dat is. Want de vraag is, komt eigenlijk neer op, wat is de uitrekking delta x in dit vraagstukje? Nu, we kennen onze formule. Onze hoofdformule is, de veerkracht is gelijk aan de veerconstante k maal de uitrekking delta x. Dus, als ik mijn formule wil omvormen en ik wil delta x gaan berekenen, dan moet ik die k hier naar het andere lid brengen. Wat dat voordien een vermenigvuldiging is, wordt in het andere lid delen door. Met andere woorden, als ik mijn veerkracht hier een 200 newton deel door 100 newton per meter, dan kom ik voor veer A een uitrekking uit van 2 meter. Wat gebeurt er voor veer B? 300 gedeeld door 200 in dit geval, of 3 tweede, VRB gaat 1,5 meter uitrekken. Welke is uiteraard degene die het meeste uitrekt? VRA. Ja? Nu, deze oefening maakt een beetje gebruik van die SIE. Je trekt de pees van een boog 70 centimeter achteruit en je hebt daar een kracht van 120 newton voor nodig. Wat is dan de veerconstante van die boog? Wel, laat je niet vangen. Uw delta x-waarde, hier in deze context, is niet gewoon 70 centimeter, maar je moet dat eerst omzetten naar meter. Dat is 0,700 meter. Waarom die 0,700? Denk aan zinvolle slash beduidende cijfers in deze context. Dat bepaalt hoe ver dat je moet gaan afronden in dit geval. Ja. Deze oefening mag je zelf eens een keertje maken. En dan gaan we de volgende video starten over het verband tussen zwaartekracht en veerkracht. Tot dan!